Automobilisten met een elektrische auto kunnen deze nu ook opladen bij een snellaadstation van Fastned op de parkeerplaatsen Vilsveld en Lonnekemeer langs de A1 bij Deurningen tussen Hengelo en Oldenzaal. Erik Kleinsen, wethouder van de gemeente Dinkeland, verrichtte samen met investeerder Alex de Jong de officiële opening. Mensen gaan steeds duurzamer auto rijden. Mensen willen natuurlijk ook daarmee langere afstanden kunnen overbruggen. En dan is het wel prachtig dat je tussentijds je auto kunt bijladen. Hoezo kwam je op het idee om bij Fastned te investeren? Nou, we hebben voor een vak aan de universiteit een business case gedaan over Fastned. En er kwam gewoon een positief getal uit aan het einde. En we dachten van nou, een mooi bedrijf. En natuurlijk heel veel informatie opgezocht. En toen kwamen we er ook achter dat we konden investeren. En toen dacht ik van waarom niet? Ik kan het op mijn spaarrekening laten staan met een enorm lage rente. Of ik kan gewoon een stukje toekomst meehelpen bouwen. Op dit moment kunnen 4 auto's laden bij de laders. Er zijn 2 laders en we hebben dan 2 laadmogelijkheden per lader. Maar laden gaat binnen 20 minuten, dus mocht er echt een rij staan, dan gaat het nog steeds heel snel. En we kunnen uitbreiden naar 8 laders per station. Een volle accu kost ongeveer 10 tot 12 euro en dat is vergelijkbaar met benzine. Onze stroom komt onder andere van onze eigen zonnepanelen, voor een deel. Je ziet hier, het dak bestaat uit zonnepanelen en dat is goed voor 2 tot 3 laadbeurten per dag. En de rest van de stroom wordt aangevuld door stroom van Green Choice. Fastned heeft een concessie gedaan bij Rijkswaterstaat. Ze gaven aan dat ze 200 van dit soort oplaadstations binnen heel Nederland neerleggen. 26 staan er al. Dit is de 27e en het is een puur een zakelijke overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en Fastned. Dus wij zijn er als gemeente op zich ook niet bij betrokken geweest. Behalve dan bij de vergunningverlening.